Jonge mensen willen we graag hebben, maar het voordeel van als je wat ouder bent, betekent ook dat je zelf wat een en ander hebt meegemaakt. En in je werkzame leven, maar ook privé, waar je gebruik van kan maken. Nou, ik kwam er gewoon heel goed op voorbereid. Ik heb al een heel werkzaam leven achter me. Dat was natuurlijk een grote sprong. Ik heb eerst een gesprek, ben ik aangegaan met hoofdverpleegkundige opleidingen. Met de vraag van oké, als ik start ben ik 50. En hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, voordat ik aan zoiets begin. De reden dat ik ook wel deze weg ben opgegaan is juist omdat ik het ook heel mooi vind om met mensen die in een kwetsbare periode van hun leven zitten te werken. Ik had wel een breder beeld van de psychiatrie. Daarin sprak Arkin mij ook heel erg aan. Dat ze, ja, zoals ze noemen, heel veel merken hebben. Hè, maar dus eigenlijk heel veel verschillende soorten doelgroepen. Dus dat betekent dat je straks ook best wel wat hebt te kiezen in de zin van vacatures. Het grote voordeel van een duale opleiding is natuurlijk dat je volledig geschoold bent in verschillende doelgroepen. En eventueel kan je later natuurlijk ook nog wel verder. Hè, als je zegt van je wil richting verpleegkundig specialist. Of daar zijn steeds meer richtingen die je kan doen na deze opleiding. Ik vind het zelf betekenisvol werk. Dat je iets kan betekenen in iemands leven met allemaal andere mensen eromheen. Ja.